Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe No Limits tutorial. En we gaan vandaag in hetzelfde park verder, waar we vorige keer ook de houtdraak van gemaakt hebben. Maar we gaan dus vandaag een nieuwe coaster maken. En het is dus staal coaster, steel coaster. Zo noemen we hem, steel coaster. Als je een nieuwe achtbaan maakt in een park, dan zie je uiteraard onmiddellijk dat de huidige achtbaan in een kleurtje komt. In dit geval is hij bruin geworden. En je kan het dus ook niet helemaal niet meer selecteren. Tenzij je zegt, je drukt op tutorial coaster, dan krijg je hem. Maar we gaan hem even wooden coaster noemen. En die andere steel coaster, coaster properties, en dan doen we ook weer tutorial. Goed, er zijn verschillende styles in de coasters qua staal. Staal coaster heeft veel meer aanbieding dan een houten achtbaan. We hebben uiteraard een 4D coaster, dat is een soort ring coaster, alleen draai je hier nog de gondels. Dan hebben we de classic steel looping en we krijgen een e-mail. En de moderne. Dan hebben we een kurktrekkrachtbaan Python. We hebben een Gerstlauer bobsled coaster, dat is een speedy bob. We hebben de Eurofighter zoals de Typhoon en die wat een, waar is dat? Ik weet niet, ergens ook in Nederland is dat ook zo'n achtbaan. We hebben een Gerstlauer spinning coaster dat je naar de binnenkant zit. Dat is een houten achtbaan. Dan hebben we een hypercoaster Go Light. We hebben een hypercoaster gelijk de Silver Star. En we hebben een hypercoaster met scoops. Dus deze kan splashen. We hebben ook een zonder scoops. Dan hebben we, ja dat zijn de hangende achtbaan. Die gaan we een andere keer. We hebben een LMI Launch Coaster. We hebben een Mac Launch Coaster. We hebben een Spinning Coaster. We hebben een X-Car Coaster. Dat is gelijk de Formule X. We hebben een Rocket Coaster. We hebben, dat is een hangende. Dive coaster, dat komt ook apart. We hebben een vloerloze coaster. We hebben een flying coaster. We hebben een sit-down normaal. We hebben een stand-up. We hebben een flying coma. We hebben een main train. We hebben een main train met een locomotief, motorbike. En dan hebben we hier nog de kermis achtbaan eigenlijk is dat meer. Ja, dat is een keuze die we hebben. We hebben een hele grote keuze. We hebben stand-up en sit-down. Ik denk dat we gewoon deze gaan pakken, de sit-down. Maar we kunnen ook eventueel gewoon steel looping pakken of de kurkentrekker. Dat is een moeilijkere keuze. Ja, ik denk toch dat we gewoon voor deze gaan, de sit-down coaster. De trains, ja, 6 cars, dat kunnen we nog allemaal aanpassen. Colors en van die zaken, dat is allemaal hetzelfde als vorige keer. Goed, we maken hem hier. We gaan wat verder van ons andere ding af. Dus van onze houten achtbaan gaan we wat verder af. We gaan hier ongeveer werken. Ja, deze gaat vanzelf wel wisselen dadelijk. Moet ik heel even kijken voor het niveau. Dat is deze. Dit is het niveau. Dus we gaan ook weer de basis maken. Dat is Odd Vertex of Star Vertex. En we gaan een station maken. Dan gaan we dan op dit stukje zoomen. Dit is natuurlijk een veel te klein station. Daar mag ik wel wat bij. Huppla. En huppla. Als we dat even mooi recht krijgen. Ja, we kunnen klikken. En dan maken we weer recht door de dubbelklik. Strict. En hier ook. Strict en apply. En klaar. Normaal staat hier erop. Voilà. Dan hebben we ons station al. Dan maken we de kaart daarin. Waarschijnlijk is het zelfs nog te groot. Even kijken. We gaan dat even gewoon meten met de type separator. Normaal is het gewoon waarschijnlijk al te groot. Station. Ja, kijk, dit is alweer te, dit is al te groot. Dus eigenlijk is het best beter te groot dan te klein. We gaan hem dan qua terrain even wat lang maken. Dus dat wordt dan properties. En dan de trains worden dat 10 karretjes of zo. Of 8, pak maar 8. 8 karts, voilà. En dan is dit station qua maat goed. En dan kunnen we hier nog altijd remmen van maken. Dus dat gaan we zo houden. We gaan het eventjes weghalen, of ja, beter laten we dit wel staan. Je kan het al laten staan, maar beter haal je het even weg. Nu in principe kan je het laten staan, maar dan moet je wel rekening houden met een paar dingen. We gaan om te beginnen weer, ik ga het weer heel vaak zeggen jongens, add the roll vaak genoeg in je achtbaan, want anders krijg je dat schuin gedoe. Goed, we gaan een begin maken, dus dat weten we nog wel hoe dat moet. Dat weten we allemaal nog wel, de simpele basis. Maar een stalen coaster heeft natuurlijk wel meer van
wat bochten en van die zaken. Stalen achtbaan gaat ook wel een beetje om spanning en dan heb ik het over, jawel, inversies. Voor achtbanen zijn er een heel aantal inversies. We hebben loopings, je hebt kurkentrekkers, cobra rolls en weet niet wat allemaal. Ik ken er maar een paar. Heb ik al gedaan, uiteraard. Mijn eerste achtbaan met een inversie, dat was de Typhoon in Bobby Aanland. Die heeft even denken, een looping en dan heeft hij ook nog schroeven, ik denk 4 in totaal. Dus dat zijn 5 inversies. En ik moet zeggen, dat is nog wel een leuk baantje ook. Goed, we hebben een beginnetje. We gaan onmiddellijk dat rolletje weer pakken, edge roll. Voor de ondersteuning jongens, is dit ook een ander paar mouwen. Dit is niet zoals de Hoenecoaster, generator en klaar. Er is geen steel generator in deze dingen. Dus dat moet handmatig gebeuren. Ik weet wel alleen niet hoe je custom supports maakt. Je kan ook custom supports maken. Dat weet ik niet hoe dat moet. Maar dat maakt niks uit. Oké, we zijn boven aangekomen. Hoe gaan we hem laten vertrekken? We kunnen het verschillende manieren doen. Hij kan een bocht maken schuin en dan een looping doen. Hij kan ook gewoon hier naar onder stormen. Laten we dat gewoon doen. Maar wel niet met zo'n hele grote dingen dus. Laten we hem gewoon zo naar onder stormen. Hij mag wel die snelheid hebben. Want we gaan een custom element toevoegen jongens. Hij krijgt dus een best wel grote drop. Laten we deze dan ook gelijk eventjes in één keer smooten. En dan gaan we dus een loopingje toevoegen. Hoe moet dat? Je kan hem zelf maken, maar dan ben je wel eventjes bezig. Ik ga dan om hier op add element te klikken. En dan kan je kiezen cobra roll, kurkentrekker, curve left, curve recht. Een rechtstuk en loop. We klikken op loop. Nu kunnen we de radius instellen. 12 meter is goed. De tightness is ook wel goed. Wat is dit eigenlijk? Untwisted loop. Ja, dit is allemaal wel goed. Voilà, we doen dat zo en zo. Nu weet ik alleen niet precies. Hij heeft hem hier gezet. Dat is wel weer kut. Maar dat doen we zo. En hij heeft die bomen meegepakt. Hij heeft hem nogal op een kutte locatie neergezet. We kunnen er even naartoe vliegen. Hij staat dus hier geparkeerd. En we moeten hem dus nog gaan verplaatsen naar onze werklocatie. Dus we gaan hem even helemaal selecteren, zonder deze boom. En dan kunnen we hem verplaatsen. Ja, oké, zo. Laten we het even zo doen. We gaan hem verplaatsen naar hier. En zo stukje voor stukje. En dan staat iedereen in beeld. Dit is een mooie looping. De generator no limits, die staan er standaard bij. Hoef je dus niet zelf te maken, want dan ben je een tijdje bezig met zo'n mooie smooth looping te maken. Dit is eigenlijk de snelste manier en deze gebruik ik meestal ook zelf. Goed, we gaan dan de looping positioneren, zoals ik dat noem. Zelf noem ik dat zo, positioneren. Om te beginnen moeten we hem weer eventjes selecteren. En dan moeten we rotaten. Dus zo rotaten naar hier, deze kant op. Dus zo. En dan zo recht mogelijk proberen te zetten. Dan gaan we hem omhoog doen. Omhoog even. En je ziet wel uiteraard dat hij niet overeen komt. Nu ongeveer wel. Dus we moeten heel goed inzoomen. En we moeten hem zo correct mogelijk hierop krijgen. En zo correct mogelijk qua hoogte positioneren. Als dat gebeurt dus, klik connect. We hebben een heel klein klikje. Die kunnen we eruit halen normaal gezien als we hem even die pumpen. Normaal. Kijk, hij is er gewoon uit jongens. Hij is er gewoon uit en we hebben een looping toegevoegd. Zonder iets te doen. Gewoon klik en editen. Zo simpel is het. En dan heb je een looping. Zo moet dat dus. En dan kan je dus ook cobra rollen toevoegen. En allemaal van die zaken. Laten we eventjes terug
toch uitgaan. Je ziet hier zitten zelfs de rolls al in, dus hoef je dat dan niet meer te doen. We gaan wel even kijken, we gaan nog een rolletje op de dingen zetten. Want de lift, of ja, de dingen staan er weer schuin. In de looping zelf hoef je niks te zetten, want dan krijg je dit. Dat hoeft dus niet. Dan staan de rolls goed. Dus gewoon hup en dan gaat de looping door. Komt de looping weer uit en dan gaan we onze baan weer verder maken. Dat is weer inspiratie die ik niet heb, jongens. Een baan maken, dat is moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om banen te maken. En dan denk je mensen misschien van, ja, hoe kom je dan op Wacky Worm? Heb je dat zelf verzonnen? Ja, dat heb ik dan wel weer helemaal zelf verzonnen. Maar dat was echt puur een probeersel van een simpele, normale kiddico's layout. Die met de 8. Waarom wou ik dan zoiets van maken, maar dat is dan weer niet gelukt. Dus ja, dan hebben we maar dat ervan gemaakt. En ik moet zeggen dat het nog best wel goed gelukt is. En dat het ook nog wel een uniek layoutje is geworden. Dus daar ben ik eigenlijk wel trots op. Daarom is mijn Wacky Worm zo uniek. En we gaan voor het voorbeeld van de launch coaster die we in de toekomst nog gaan maken, ook een voorbeeld zien van de Speed Max. Ik weet niet, als jullie mij op Twitter volgen, dan zullen jullie waarschijnlijk al foto's hebben gezien van de Speedmax op een plot in de Crea. Wel, dat gaat dus ook wel degelijk op die Speedmax. Die is in No Limits door mij herbouwd. Ik ga even een klein slokje drinken. En we gaan weer verder. Oké, wat we gaan doen, ik weet het niet. Ik denk dat we met een bocht of zo gaan werken. We kunnen hier een bocht maken. Het is echt moeilijk, jongens. Ik ben echt heel slecht in layouts om te bedenken. Maar houd er wel rekening mee dat een stalen achtbaan en ook een wooden coaster moet ruim de bocht hebben. Dit is een best ruime bocht. En die zagen uiteraard, dat loopt niet smooth. Dus we doen dan weer onze standaard stappen met de debump. Dus het smooth knopje is dat. Ja. En we wachten heel even en dan is hij weer wel gesmoed. En dan mag ik het nog een keertje zeggen, een rolletje erop. Zelfs hier moet het nog rollen op. Kijk, huppla. Rolls. Die rolls gaan we dadelijk ook weer, of binnenkort ook weer, bewerken. Zodat we ze, dus ja, dingen erin gaan toevoegen. En, hoe heet het, dat we schuine dingen, schuine bochten. Oké, ja, we gaan dan weer naar onder stormen. Ik ga het front naar back veranderen. En we gaan even terug naar onze coaster uiteraard, dat is hier. En we gaan ze ongeveer gelijk laten lopen, dat is wel leuk. Dat heb ik bij de Speedmax ook moeten doen. Heb ik gelijke dingen moeten lopen. Ik ga hem nu heel simpel gewoon al een beetje afmaken. Met wat bunny hops die heel hoog uitkomen. Maar dat zijn dan eigenlijk de einddingen al. Ik zeg het, ik ben echt slecht met layout. Maar net hetzelfde verhaal als bij de Wooden Coaster. Dit zijn slechts proefmodellen. En jullie kunnen maken wat jullie willen. Jullie hoeven niet te maken wat ik maak. Helemaal niet. Dat verpleeg ik jullie echt niet. Jullie mogen vrij blijven maken wat je wilt. Dit is gewoon om uit te leggen hoe dat allemaal moet. En ik wil nog wat zeggen. En dat heeft te maken met mijn stem. Niet dat mijn stem weggaat. Maar binnenkort ontvang ik, en dat is dan volgende week normaal gezien dat alles goed komt, een pakketje. Wat heb jij weer besteld? Nou, ik heb iets besteld wat te maken heeft met het geluid. Dat moest normaal eind van deze week al aankomen. Maar helaas heb ik het niet. Dat er vertraging is opgelopen. Dus ja. Dan moeten we nog wel eventjes wachten met het bekijken en het gebruiken van dat pakketje. Maar geen probleem jongens, voor de mensen die willen weten wat het is. Er komt een unboxing online, dus geen paniek. Oké, we hebben dan weer onze coaster af. Ik ga vooral heel deze layer, inclusief dit stukje en dit stukje. Gaan we smoothen. Dat kan wel wat langer duren. We zien het onmiddellijk dat hij al wat trager gaat. Nu, dat is normaal. Er zitten best wel veel bolletjes in dat stuk. Voor de bunny hubs en de etc. Maar als dit klaar is, gaan we weer de instellingen doen en de eerste testrit bekijken.
voor deze coaster. En we gaan ook wel alles zo goed als afstellen qua remmen en bla 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 bla. Dat gaan we al zo goed mogelijk proberen af te stellen. We wachten heel even dat we klaar zijn met het smooten. En dan gaan we nog eventjes een keer over de baan heen. En dan gaan we eens kijken. Wat we in de volgende aflevering gaan doen is hetzelfde. We gaan de supports en het landschap doen. Bij deze gaan we wel wat mooier afwerken dan de vorige. Deze wil ik wel wat moois ervan maken. Met wat water en wat bergen eromheen. Dat wordt wel mooi. Speedbox ga ik dus binnenkort ook laten zien. Die hebben, vind ik toch persoonlijk mooi afgewerkt. Een mooie touch gekregen. Ik ga hem ook nog opsturen naar Vincent. Geen paniek jongens. Ik ga eventjes over de layout heen. Dus, oh, er zit een dikke knik. Holy shit. Wat is dit nou niet? Er zit echt wel een... Wauw, nu heb ik het nog erger gemaakt. Hier zit wel een knik jongens. Dat merk je zo hard. Ja, dat is niet echt fijn. Maak dat eens wat beter. Dus kijken. Hij heeft het nog erger gemaakt nu. Hoe kunnen we dit het beste oplossen? Nou, heel simpel. Niet de connect, maar ik moet het bolletje hebben. Een van de twee bolletjes moeten eruit. Voilà. De knik is er alweer uit. Oké. We gaan hem eens eventjes bekijken. We gaan dus eerst omlaag. We gaan, ik neem even de rol erbij. We maken de lift hill. Dan storten we naar beneden. Een stukje rechts. Dan maken we de looping. Dan gaan we weer omhoog. Dan maken we hier een bochtje. Dan storten we weer opnieuw naar beneden. Met wat bunny hubs. Of bunny hubs, zo noemt het element. Ja, op, ups en downs. En dan komen we hier alweer in dit sexy met de remmen aan. En ja, dan is het alweer klaar. We gaan weer instellingen plegen voor deze coaster. Remmen van hier. Nu moet ik eventjes een stukje terug gaan. Kijken tot waar we de remsectie laten starten. Best dat we het misschien al een beetje vroeg doen. Want hij moet toch wel een redelijk stukje remmen hoor. Oh, Oh, ik heb het verkeerde stuk geselecteerd. Oeps. Oké, hij moet dus wel een behoorlijk stukje remmen. Maar ik denk dat dit wel genoeg moet zijn. Dus een break. Dan noemen we dat dus een finale break. De complete stop wait. Pak 3 seconden. Enable transport device. Fiction wheels met 10 km per uur. Fiction brake met speed limit, pak rond maar 850. Central on selection. En dan, oké. Okay. Oh, ik klik op verkeerd, ik klik op de Windows toets. Dan, dit hele bochtje, dat haalt het treintje uiteraard niet. Dus daar gaan we een transport in doen. Transport, maar high device gaan we aanvinken. Zodat we er niks van zien. Waarom? Ja, dan lijkt het alsof je dit wel haalt, maar in principe dan niet. Je hoort dan ook geen motors en van die shit. Maar ik zie dat deze bok nog niet smooth loopt. Dus we gaan hem nog een keertje smooten. En dan moet je hem nu wel in orde komen. Voilà. Nu is hij wel goed. Oké, we moeten nog één ding plegen. Of één instelling moeten we aanvinken. En dat is uiteraard de lift hill. Zonder lift hill. Begint is er niks en dan heeft deze rit geen, ja, dan komt hij dus nooit tot dit punt. Voilà, we selecteren het section type lift en dan lift hill, onto rollback, geen dive ding, dat kan eventueel, motorrad start, motorrad end, pak een start, 10 km per uur, klik en klik. Wat we ook wel kunnen doen is hier de style settings. We pakken de rechts de dingen. We doen dit naar aan. Het lampje doen we in grijs. Oké. Dan gaan we hetzelfde doen daar bij die remmen. Dus hetzelfde style settings. Rechts. Rechts. Hier kunnen we eigenlijk wel links en rechts doen. Want moest er iets
gebeuren, dan is het al wat makkelijker bereikbaar voor de personeelsleden om daar te komen. En dan ook uiteraard bij dat hele stuk dezelfde klik, lampjes, grijs en grijs. Oh, klik. Oké, we zijn zover. Maar we gaan uiteraard nog wel eventjes een tweede karretje toevoegen. Dus dat is Properties en dan Trains nummer 2. Die staat dus daar op het remmen. We gaan hem freezen. Nu dit kan uiteraard wel even wat langer duren. Aangezien die twee achtbanen nu moet freezen. Kunnen we eens even. Dat is even normaal als je zo'n tutorial doet dat je wel wat drinkt tussendoor. Veel praten en veel uitleggen. Maar binnenkort komt dus een unboxing. Ik hoop dat zo snel mogelijk mijn pakketje aankomt. Jullie zijn allemaal wel benieuwd naar wat het is. Daar ben ik zo 100% zeker van. Dat jullie daar allemaal zo nieuwsgierig zijn van. Ja, zeg het. Ik weet eigenlijk niet of ik het al wil zeggen. Maar onze coaster is gefreezed, dus. Oh. Dat was een fout. Ik klikte op 0. Oh, de coaster is wel gefreezed. Maar we gaan hem dus playen. Hij heeft de goede coaster niet gefreezed. Die gaat wel, maar. Ja, oké. Okay. Onze achtbaan is al vertrokken zonder ons. Dus wij moeten gaan wachten aan de poortjes. Gaan we wel eventjes zo beleefd doen. Heel beleefd aan de poortjes wachten. We gaan even de speed wat upgraden. En ik wil even kijken hoe als hij alles haalt. En anders hebben we een probleem. Hij gaat nu naar 100. Hij heeft de looping gehaald. Komt de bok door. Airtimes. Nice, hij haalt het ook jongens. Hij haalt de hele baan. Super. Dus dat is al positief, hij haalt de baan. Maar de speeds, ik ga mijn speed ding hieronder zetten. Ik vergis me er altijd mee met de cam. Ik heb het vorige tutorials fout gedaan. Ik ga wel hier zitten in het midden. Wil ik zitten, niet van boven. Ik ga hier zitten. Aan die kant ook goed. Wil ik zo snel even de poortje en dicht de beugels sluiten. En wij gaan los! In deze nieuwe achtbaan. Ik ben echt heel benieuwd naar wat het uiteindelijk geworden is. Maar jullie weten dus hoe jullie moeten beginnen aan een steel coaster. We gaan hem even snel versnellen. We komen bovenaan. Voilà. We gaan van die 10 km per uur af. We gaan met een snelheid van. Gaan we 150 km per uur. Gaan we onder de looping. We hebben deze bocht wel niet schijn gemaakt, maar die weet hoe de boot. Ik heb het vorige week uitgelegd. We gaan dan de knopjes doen. En dan schieten we zo dadelijk alweer in de remmen. Kijk eens aan jongens, dit is onze achtbaan. En dan gaat hij dus van hieruit naar de naar het station terug. Hij remt ook echt precies tot daar op het einde, hè, jongens. Hij heeft eigenlijk een heel lange remsectie, maar goed dat we het zo lang gemaakt hebben, want anders had je waarschijnlijk niet gehaald, dan was hij gewoon doorgestormd en gecrashed tegen het station of ja, tegen de volgende trein. Dat betwijfel ik gewoon niet dat hij dat dan niet gedaan had. Maar het is dus in orde jongens, we hebben ons concept af. Daar is onze houten achtbaan. Die is daar aan het gaan, ook al is die niet gefreezed. Ziet er een beetje raar uit. Niet gefreezed, alleen maar houten lijntjes zijn dit. Maar je snapt het concept om een steel coaster in elkaar te stoppen. We gaan even een target viewtje pakken van de andere train. Oh, zo. Dat is altijd wel leuk. We gaan ook eventjes afsluiten dan tegelijkertijd. Ik dank jullie voor het kijken naar deze nieuwe tutorial. Volgende week gaan we deze hele coaster afmaken. Zijn er nog altijd vragen, laat ze achterover op de houten achtbaan. Of vraag wat je wilt als wij dat soort coaster gaan maken. Mag je vragen wat er nog aan bod komt, is een hangende achtbaan, een
dingen achtbaan, een lanceercoaster. En denk, ik ga nog uitleg zoeken zelf over een spinning coaster, want dat weet ik zelf nog niet hoe je de karretjes kan laten draaien. Want ik heb op de computer die achter mij staat, heb ik een layout gemaakt, zal ook nog even zo, heb ik een layout gemaakt, een spinning coaster. Maar ik krijg het systeem maar niet gedraaid, de karretjes draaien niet. Dat moet ik nog even uitzoeken. Dus als jullie dat weten, kunnen jullie het ook achterlaten. Dan kan ik het ook aan jullie uitleggen hoe dat moet. En ja, dan leren jullie mij eigenlijk iets bij. En dan kan ik het voor de mensen die dat nog niet weten uitleggen hoe dat allemaal in zijn werking gaat. Ik denk dat dat was. Nogmaals vragen achterlaten. Ik wil ze met alle plezier beantwoorden. Auto dat ik mee hang de achtbaan en launchcoasters komen sowieso nog aan. Pops. Die komen er sowieso nog. Maar eerst gaan we deze steelcoaster afmaken. En ja, ons park, het krijgt vorm. Je ziet wel dat ik de flatride weg had, maar dat maakt eigenlijk op zich niks uit. Maar dit zijn dus onze twee coasters, de wooden coaster die we vorige twee tutorials gemaakt hebben, en de stalen coaster die we nu zijn maken zijn. Ik wens jullie nog een fijne avond en graag tot een volgende video. Later.